Een heel goede morgen, Alive Kerk. Een heel goede morgen. Het is super om hier te staan, voor het eerste keer ook aan een live publiek te spreken. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Hey, welkom in Alive, welkom in Alive Kerk als je voor de eerste keer bent. Het is super dat je hier bent. Je bent welkom hier, welkom thuis, welkom in onze kerk. En het is super om iedereen erbij te hebben, om alle gezichten te zien. Hey, ik hoop dat het goed gaat met jullie. Als het niet goed gaat, laat het zeker ons weten. We hebben teams die voor jou kunnen bidden. We willen voor jou zorgen. Er zijn connectgroepen die voor jou kunnen zorgen. Dus laat het ons zeker weten. Hey, we vliegen erin. Vandaag de laatste preek, de laatste sessie over durf te vragen. Jullie hebben heel wat vragen ingestuurd. Het is ongelooflijk cool, al die vragen die jullie hebben ingestuurd. En het is superbelangrijk, denk ik, dat we die serie gedaan hebben. En ik zou zeggen, het stopt hier niet bij. Blijf vragen durven stellen. Je groeit in christelijk geloof, je groeit als een volgeling van Jezus als je blijft vragen durven stellen. Vragen over God, vragen over de Bijbel. En dat brengt groei. Stel vragen aan elkaar, stel vragen aan je connectgroepleider, aan je teamleider, stel vragen aan ons. Niet dat wij alle antwoorden hebben, ver van. Maar samen staan we sterk, zoals het in het filmpje ook zei. En samen kunnen we op zoek gaan naar wie God is en God beter leren kennen en de Bijbel beter leren kennen. En vandaag de laatste vraag, een vraag die denk ik iedereen zich hier al wel eens heeft afgevraagd. Een vraag die iedereen zich op een gegeven moment in zijn leven stelt, de vraag, wat is het doel van mijn leven? Wat is het doel van mijn leven? Waarom ben ik hier op aarde? Wat loop ik hier te doen? Is daar een doel? Is daar een doelgerichtheid in dat allemaal? Hoe zit dat? En er is een christelijk woord, misschien ken je dat of misschien ken je het niet, was mijn roeping. Een roeping in de Bijbel komt daarvoor en als christenen gebruiken dat woord wel eens roeping. En wat wil dat zeggen? En wat wil dat zeggen als een roeping? Misschien ken je dat woord roeping van iemand die in het klooster is gegaan of in een abdij is gegaan. Daarvan zeggen ze, die is geroepen. Of misschien ken je iemand die echt van zijn passie zijn job heeft kunnen maken. Die van zijn hobby zijn job heeft kunnen maken. Daarvan zeggen we wel eens, die heeft zijn roeping echt gevonden. Die doet waar hij van houdt als job. En die zijn hobby is zijn werk en zijn passie is zijn werk. En vandaag willen we op die vraag ingaan. En zoals ik zei, dat is een heel belangrijke vraag. Mark Twain, een Amerikaans schrijver, die zei eens, de twee belangrijkste dagen in iemands leven zijn ten eerste de dag dat je geboren wordt en ten tweede de dag dat je ontdekt waarom. Twee dagen, de dag dat je geboren wordt en de dag dat je ontdekt waarom. Dat is zo'n universele vraag. Wat is het doel van mijn leven? Waarom loop ik hier rond? Wat is mijn roeping? En in een christelijke context heeft God meer voor ons leven? Of zijn we hier gewoon op zondag in de kerk, één keer per week naar de kerk en door de week gaan werken? Of is er meer? Wat is het doel? Wat is mijn roeping? En dat is heel inspirerend. Ik denk dat iedereen dat al wel eens gezien heeft. Iemand die weet wat het doel is van zijn leven. Iemand die weet waarom dat hij leeft. Iemand die leeft in zijn roeping. Dat is super inspirerend. Iedereen wil dat. Iedereen wil een passie hebben waar hij volledig voor kan gaan. En daar wil ik vandaag dus naar kijken. En ik wil direct erin vliegen. Ik denk dat er een misconceptie is die bij veel mensen leeft. Iets dat veel mensen misschien verkeerd denken over God en over de Bijbel. En dat wil ik meteen ontkrachten, daar wil ik meteen mee beginnen. En dat is het idee dat God een saai leven voor ons zou hebben. Ik heb dat zelf ook jarenlang geloofd. Als ik op een dag volledig voor God kies, als ik mijn leven volledig aan Jezus ga geven, dan ga ik een saai leven moeten leiden. Een leven vol met regels, een leven met een beperkte vrijheid, een leeg leven. En ik denk dat het tegenovergestelde is waar. Jezus zegt het volgende in Johannes 10, vers 10. Daar zegt Jezus, een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen, Jezus is gekomen om het leven te geven en het leven in al zijn volheid. Jezus zegt het tegenovergestelde van wat we vaak geloven of waar we vaak mee worstelen. Of als je nog niet voor Jezus gekozen hebt, misschien wat je denkt. Dat God ons een saai, leeg leven wil geven. Niks is minder waar. Jezus zegt, nee, als je mij volgt, dan heb je leven in volheid. Is er een leven in volheid? Geen halfvol leven, geen driekwartvol leven, nee, een vol leven. Een leven in volheid. Er is geen leven dat beter gaat zijn, dat meer vervullend gaat zijn, dat meer herstellend gaat zijn, dat meer krachtig gaat zijn, dat meer doelgericht gaat zijn, als een leven met Jezus. Een leven dag aan dag, stap voor stap met Jezus. En dat is een belofte waar we op mogen staan.
En wil dat zeggen dat het leven altijd makkelijk is? Nee, Jezus belooft ons geen makkelijk leven, vrij van moeilijkheden, vrij van problemen. Maar Jezus belooft wel een vervullend leven. Geen gemakkelijk leven, maar een vervullend leven. Een leven in volheid. Jezus wil ons een leven in volheid geven. Als Jezus ons roept, als hij een plan heeft met ons leven, dan is dat een plan om ons te doen openbloeien. Dan is dat een plan om ons vervulling te geven. Dus dat is eerst wat ik hoop dat ik kan wegnemen. God heeft een goed plan voor ons. Vroeger dacht ik bijvoorbeeld, als ik voor God ga kiezen, dan ga ik in het klooster moeten gaan, of dan ga ik in een abdij moeten gaan, of dan gaat God mij ineens naar een ver land, ver weg sturen. En ik denk ook dat niks is minder waar. Ik denk dat zou kunnen, maar God, het gaat om een partnerschap met God. En God ziet jouw verlangens, God ziet jouw omstandigheid, God ziet jouw talenten en wil met jou op pad gaan. God gaat niks opleggen dat jij niet wil. God heeft een leven in volheid voor ons. En om dieper in die roeping in te gaan, wat zegt de Bijbel daar nu over? Wil ik een stuk lezen van Paulus. Paulus is iemand die brieven schrijft naar kerken in de kerk en iemand met een ontzettend sterke roeping. Er zijn heel veel voorbeelden van mensen doorheen de Bijbel die heel goed weten wat hun doel was of die echt geroepen waren door God en wisten wat hun rol was en wisten wat ze zouden moeten doen. Maar Paulus is daar toch een heel straffe meneer. Het was zelfs zo dat hij een andere naam kreeg na zijn roeping. Op een gegeven moment was hij onderweg naar Damascus. Hij was op weg om christenen te gaan vervolgen. En dan verschijnt Jezus aan hem en Jezus gooit heel zijn leven ondersteboven en zegt, oké, vanaf nu gaat je mijn naam verkondigen. Vanaf nu gaat je mijn goed nieuws brengen in plaats van christenen te vervolgen. En dan verandert zijn naam. Dus iemand met een heel sterke roeping. Iemand die heel goed weet waarom die hier op aarde is en wat hij moet doen, wat zijn rol is. En in 1 Korinthe 9 schrijft Paulus, ik lees vooruit de basisbijbel, de hervertelling. Jullie weten wel dat alle mensen die aan een hardloopwedstrijd meedoen, moeten rennen. Toch kan er maar één de prijs winnen. Leef dan alsof jullie een wedstrijd moeten winnen. En mensen die aan een sportwedstrijd meedoen, kunnen niet zomaar doen waar ze zin in hebben. Ze moeten hard trainen en ze doen dat om een aardse prijs te winnen, maar wij werken voor een eeuwige prijs. Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Een hardloper loopt immers niet zomaar ergens heen en een bokser slaat ook niet zomaar in het wilde weg in de lucht. En een sporter traint zijn lichaam en is er streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. Net als een sporter ben ook ik streng voor mezelf, want anders word ik zelf ongeschikt voor de wedstrijd waar ik andere mensen voor heb opgeroepen. Heel straffe woorden. Paulus heeft het hier over doelgericht zijn. Een doel hebben, en ergens op afgaan. Zonder twijfelen en klaar zijn om dingen achter te laten, klaar zijn om offers te maken om dat doel te gaan bereiken. Paulus heeft het hier over een ontzettende toewijding. Een toewijding die misschien heel veel kost, maar wel dat zijn passie is. Supercool. En dat beeld dat resoneert vandaag ook nog met ons. Dat spreekt vandaag ook nog met ons. Ik vind het vaak heel inspirerend om profsporters te zien, de toewijding dat zij hebben. Zij weten waar ze naartoe moeten. En ze maken heel veel keuzes in functie van hun sport. Ik heb eens een interview gezien met Sven Nys. Sven Nys is een crosser, moest je niet kennen. Dus, en het ging over de cross met nieuwjaar. Ieder jaar op 1 januari is er een veldcross. En Sven Nys was in de interview aan het praten over alles wat hij moest doen of achterlaten of niet had kunnen doen om die cross te kunnen rijden op 1 januari. Dat wou zeggen dat hij sinds de jeugd, vertelde hij, nooit eens weg had kunnen gaan, nooit eens met vrienden had kunnen vieren, nooit eens een glas kunnen drinken op oudejaarsavond, nooit eens heel laat opblijven. Maar hij moest altijd gewoon vroeg naar bed, om 11 uur, om 10 uur zijn bed in, omdat hij de volgende dag zijn cross wou winnen. Hij wist wat zijn doel was, hij wist wat de eindmeet was. Ik wil die wedstrijd winnen. En hij zette er alles op in, om klaar te zijn de volgende dag voor die wedstrijd. Dat spreekt van een enorme toewijding. Ik vind dat een ontzettend krachtig beeld wat Paulus hier gebruikt. Ik ga op mijn doel af. Ik heb een roeping, ik heb een plan en ik weet waar ik naartoe ga. Een ander goed voorbeeld is, een heel actueel voorbeeld is, onze Belgen, de Belgenploeg, dat zijn niet zomaar 11 man op een plein.
Dat gebeurt niet zomaar. Die zijn daar geraakt omdat die jarenlang wisten wat hun doel was. Ik wil voetballer zijn. En iedere ochtend en iedere avond, 's avonds laat, hebben ze getraind. En heel veel keuzes in kleine, ongeziene dingen hebben ze gemaakt. Maar ze wisten wat hun doel was. Ze wisten, op een dag wil ik op dat plein staan. Dat is mijn roeping. Ik wil daar naartoe. Daar moet ik zijn. En ik ga van alles achterlaten. Ik ga keuzes maken om daar naartoe te gaan. En ik geloof dat wij ook zo'n roeping kunnen hebben. Paulus roept ons hieraan om op dezelfde manier met geloof om te gaan. Ook wij zijn opgeroepen als christenen en als mens. We hebben een roeping, we hebben een plan, we hebben een doel om na te streven. Net zoals Martinez, onze bondscoach, voor iedere interland of voor ieder toernooi roept hij zijn selectie op. Hij maakt een selectie van de beste spelers en er zijn allemaal analyses van wie heeft het meeste goals gescoord en wie heeft het beste seizoen gehad bij zijn club. En dan komt hij uiteindelijk tot een selectie die hij oproept. En Martinez roept de beste spelers op. En ik denk dat ook wij opgeroepen zijn. Opgeroepen voor een plan van God. Zoals Paulus hier zegt. Paulus roept mensen op. Hey, er is meer, er is een plan, er is een doel. En ik denk het eerste waar we voor opgeroepen zijn. We zijn opgeroepen om één te zijn met Jezus. Opgeroepen om één te zijn met Jezus. In 1 Korinthe 1, vers 9, in dezelfde brief, schrijft Paulus: God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Geroepen om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus. Ik denk dat dit het is. Dit is onze basisroeping als mens. Dit is het fundament. Dit is onze bestaansreden als mens. Niet alleen als christen, maar ik geloof als mensheid. Om één te zijn met Jezus. Om een relatie aan te gaan met Hem. Om iedere dag opnieuw, stap voor stap, Hem beter te leren kennen. Dit is onze prioriteit. Ik zou bijna kunnen zeggen, dit is het. Hier kun je je leven mee vullen. Er is niet meer dan dat. Er is niks meer vervullend dan dit, om iedere dag opnieuw God te ontmoeten. In gebed, iedere dag God te ontmoeten in zijn woord in de Bijbel. Het is onze basisroeping. Dit is van waaruit alles vertrekt. Het is ons fundament om één te zijn met Jezus. En hier, dat is interessant, één zijn met verwijst eigenlijk, of is een vertaling van een Grieks woord, koinonia. Koinonia is een woord dat verschillende betekenissen heeft en komt op verschillende plaatsen terug in het Nieuwe Testament. Het is een Grieks woord en het betekent eigenlijk op een relatie, maar met een intimiteit. En het beste woord misschien voor ons is gemeenschap of vriendschap. Maar het is altijd een connotatie van hechtheid, van betrokkenheid, van een bepaalde intimiteit. Het is niet zomaar, oh ja, één zijn met Jezus, ik ga op zondag naar de kerk, of één zijn, ik weet over God. Nee, het is één zijn. Het spreekt over een betrokkenheid. Het spreekt over heel nauw verbonden zijn met elkaar. En dat is waar koinonia over gaat. Je zou bijna kunnen vergelijken met een huwelijk. Een huwelijk waarin man en vrouw samenkomen en één geheel vormen, betrokken met elkaar zijn, waar een intimiteit is. Dat is super om te zien. Het is niet zomaar weten over God, maar het spreekt over een diepe relatie, dag aan dag. En dat is een traject, dat gebeurt niet overnacht, dat gebeurt niet in een week tijd. Het is een heel proces. Ik ben 10 jaar samen met Christine, maar ik ken Christine al, ik denk, 25 jaar of zo. En ik ken haar vrij goed, maar ik kan niet zeggen dat ik haar volledig ken. Want iedere dag verrast ze mij wel iets kleins of iets groots. En dat is net het mooie aan het huwelijk, dat je iedere dag opnieuw, stap voor stap, die andere persoon beter kan leren kennen. En binnen 50 jaar ga ik haar nog niet helemaal kennen, maar ken ik haar wel beter. En hebben we wel samen een mooi traject afgelegd. En dit is de kern, denk ik, de kern van wie we zijn als mens, de kern van wie we zijn als christen, om samen in relatie te leven, om één te zijn met Jezus Christus. Als de fariseeën naar Jezus komen, dat was een groep wetgeleerden in het Nieuwe Testament, en op een gegeven moment komen die naar Jezus en vragen ze, wat is nu het belangrijkste van heel de wet? De Israëlieten hadden
lang voordat Jezus kwam, de wet gekregen om te leren van hoe kunnen we met elkaar omgaan, hoe kunnen we met God omgaan. En ze vragen Jezus, wat is nu de essentie daarvan? Wat is nu de kern van het geloof? Wat is nu de kern van wie we zijn? En Jezus geeft een dubbel statement. Hij zegt, hou van God en hou van mensen. Hou van God en hou van mensen. Hij vat de hele wet samen, meer dan 600 regels vat hij samen. Hou van God en hou van mensen. En ik denk dat die roeping om één te zijn met Jezus, we kunnen vervatten in dat eerste deel, dat eerste luik, hou van God. We zijn gemaakt om op pad te gaan, om van God te houden. Op een andere plaats in de Bijbel staat er, hou van God met heel je hart, heel je verstand en heel je kracht. Dat is bijna zoals een sporter die niet gewoon zijn trainingen doet, maar die is bezig met zijn sport, die houdt van zijn sport, die is gepassioneerd door zijn sport. Zelfs als die niet traint, is hij bezig met zijn sport. De Bijbel zegt, hou van God met heel uw hart, heel uw verstand en heel uw kracht. Super dat we dat mogen doen, dat is onze roeping, onze basisroeping. En ik denk dat we dat ook als kerk zijn. Ik denk dat dat individueel geldt, maar dat dat ook als kerk geldt. We zijn als kerk op pad om God beter te leren kennen. Wij komen niet zomaar samen hier op zondagochtend. Als wij hier op zondagochtend samen zijn, zijn we één met Jezus. Zijn we samen in zijn aanwezigheid. We zijn samen als kerk op pad om stap voor stap God beter te leren kennen. En samen te ontdekken wie God voor ons is in onze levens, maar wie God ook voor ons is als groep, als familie, als kerk. Dat is ontzettend krachtig, een ontzettend krachtige roeping. En zoals ik zei, hier kan je je leven mee vullen. Hier kan je je leven mee vullen. Maar ik denk dat er nog een deel is. Ik denk dat er nog een tweede deel is. We zijn opgeroepen om één te zijn met Jezus. Maar we zijn ook opgeroepen om te dienen. Opgeroepen om te dienen. Zoals ik zei, Jezus vat daar de wet samen in hou van God, hou van mensen. En ik denk dat deze roeping je kan onderbrengen in dat tweede deel. Hou van mensen. Wij zijn opgeroepen om te houden van mensen. Onderzoek toont keer op keer aan dat we het gelukkigst zijn als we het verschil maken in andere mensen hun levens. Als we mensen bemoedigen, als we er voor mensen kunnen zijn, als we voor mensen kunnen zorgen. We zijn opgeroepen, we zijn geroepen om te dienen. En Paulus in zijn brief, we hebben al een aantal dingen uit de brief van Korinthe gelezen, geeft hier ook een voorbeeld van. In 1 Korinthe 1, vers 1 tot 2, dus de introductie van zijn brief, schrijft hij, dit is een brief van Paulus aan de christenen in stad Korinthe en aan iedereen op aarde die in Jezus Christus gelooft. Ik schrijf deze brief samen met mijn vriend Sosthenes. En dan zegt Paulus, ik ben een apostel van Jezus Christus. God zelf heeft mij als apostel uitgekozen. God zelf heeft mij als apostel geroepen. En hij heeft ook jullie uitgekozen om bij de Heer Jezus Christus te horen. Paulus verwijst hier op het einde weer naar die algemene roeping, bij Jezus Christus horen, één te zijn met Jezus Christus. Maar anderzijds voegt Paulus hier iets toe. Hij zegt, ik ben uitgekozen, ik ben geroepen, ik ben door Jezus geroepen om apostel te zijn. Hij heeft een specifieke rol. Hij is één met Jezus, maar hij heeft daarin een specifieke rol. Hij dient, hij wil anderen dienen. Een apostel in die tijd was iemand die persoonlijk door Jezus uitgestuurd werd. Paulus had die persoonlijke ontmoeting gehad met Jezus. Hij wordt dan uitgestuurd om het goede nieuws, om over Jezus te getuigen in heel het Mediterraanse gebied aan alle niet-Joden. En dus Paulus spreekt hier over zijn specifieke taak, zijn specifieke rol in het Koninkrijk van God, in de kerk. En ook als hij in het begin van de brief spreekt van ik ben toegewijd als een sporter, ik weet wat mijn doel is, heeft hij het ook over zijn specifieke rol. Ik denk dat we allemaal een plan hebben van God in ons leven dat identiek is voor elk van ons. We zijn allemaal verschillend, allemaal verschillende karakters, allemaal verschillende talenten. Iedereen heeft een verschillende omgeving en God roept jou in jouw omgeving, met jouw karakter, met jouw talenten, omdat jij daar aanwezig bent. Om mensen te gaan dienen, om mensen te gaan bemoedigen en om mensen over God te gaan vertellen. Dat is ongelooflijk, een specifieke rol. Dat is bijna zoals bij de Belgen, voor zij die niet van voetbal houden, hebben een beetje pech deze zondag, sorry mijn excuses, maar
Ze zijn allemaal voetballers. Ze zijn allemaal deel van één team. Maar Lukaku en De Bruyne hebben wel heel verschillende rollen. Maar ze zijn wel allemaal deel van hetzelfde team. Als Lukaku scoort, dan is het niet Lukaku die wint, dan is het team dat wint. En als De Bruyne een assist geeft, is het niet De Bruyne die wint, maar is het team dat wint. De dingen die God jou gegeven heeft, je talenten, de dingen waar je goed in bent, die specifieke roeping die God voor jou in petto heeft, is niet voor jezelf. Is niet om jezelf beter te doen lijken of om arrogant te zijn of om je ego wat op te krikken. Het is om anderen te dienen, het is het tegenovergestelde, om anderen te gaan ondersteunen, om op pad te gaan en anderen lief te hebben. Stel je voor dat Lukaku scoort en die zegt ineens, ja, ik heb gewonnen, het is allemaal dankzij mij. In de pers, in het interview zegt hij na de match zegt hij, het is allemaal dankzij mij. Ik ben gewoon geweldig. Dat zou nergens op slaan. Het is het team, het is een team effort. Ze doen het samen. Ze hebben verschillende rollen, maar ze zijn deel van hetzelfde team. En daar hou ik van, dat we als kerk teams hebben. Dat we als kerk zoveel verschillende mensen in ons midden hebben, met verschillende sterktes, met verschillende talenten, met verschillende specifieke roepingen. En dat gaat verschillen van mens tot mens. Niet iedereen is overal even goed, maar dat is net het mooie. Dat is net het mooie, dat we samen kunnen komen en God hier kunnen ontmoeten op zondagochtend. Dankzij wat iedereen brengt naar deze kerk. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk mooi. Het lichaam van Christus, de kerk die samenkomt. Al die specifieke talenten en rollen die samenkomen. En dat 1 plus 1 3 wordt en niet 1 plus 1 1 is. Ongelooflijk. Ik weet nog, een heel aantal jaar geleden draaide ik mee in de Breeze IT-team. En er zijn sommigen die hier in dat team hebben meegedraaid, die kennen dat wel. Dat was een team dat multimedia deed, dus Beamer en video op grote jongerenconferenties in België. En dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met dienen. Mijn eerste aanraking met ingeschakeld zijn in het Koninkrijk van God. En dat was een heel lange dag. Ik denk dat we om 6:30, 7:00 zijn begonnen. En we werkten de hele dag door tot, ik denk, 11:30 of 12:30 waren we klaar. We gingen uiteindelijk richting naar huis. Een heel lange dag. En ik heb dat de hele dag in de achtergrond gewerkt. Niemand heeft ooit gezien daar wat ik gedaan heb. Maar dankzij wat ik gedaan heb daar, hebben mensen God kunnen ontmoeten die dag. En dat was de eerste keer dat ik dat zo ervaarde. En ik weet dat ik naar huis reed en dat ik heb mij nog nooit zo vol gevoeld. Ik heb mij nog nooit zo vol leven gevoeld, zo vervuld gevoeld als die dag. Ik heb mij aan de kant moeten zetten. Ik had een klein Peugeotje die tijd en een Peugeotje en ik reed naar huis. En ik heb mij aan de kant moeten zetten, want ik was aan het blijten als een klein kind. Voor het eerst had ik ontdekt die roeping van te dienen, van anderen te mogen ondersteunen. En nogmaals, het gaat niet om gezien worden. Niemand heeft ooit gezien wat ik gedaan heb daar. Maar er zit zo'n vervulling in dienen, in anderen ondersteunen. Ga op pad. God heeft jou in een bepaalde omgeving gezet. God heeft jou in een bepaald talent gegeven. Niet om zomaar door het leven te gaan, maar om met hem en in hem mensen te bemoedigen. Mensen te ondersteunen, mensen die het nodig hebben. Er zijn mensen die bemoediging nodig hebben. Er zijn mensen die hulp nodig hebben. Er zijn mensen die een vriendelijk woord nodig hebben. Er zijn mensen die liefde nodig hebben. We hebben een specifieke roeping. En wat ik nog wil zeggen van die specifieke roeping is, sommige mensen denken misschien, oh, dat wil zeggen dat ik dan pastor moet worden, of dat wil zeggen dat ik dan voorganger word, of dat ik zendeling word. En ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk dat er geen meer waarde in zit in een christelijke roeping. Zoals ik zei, God heeft mensen nodig in de bedrijfswereld die geroepen zijn. God heeft mensen nodig die geroepen zijn in de zorgsector, in ziekenhuizen. Om daar over hem te gaan vertellen, om daar mensen te gaan bemoedigen. We hebben allemaal een plaats. We hebben allemaal een plaats in het Koninkrijk van God en een plaats in zijn huis, de kerk. En dat brengt mij tot het laatste deel. Paulus schrijft in een andere brief ook iets over roeping. Hij heeft het daarover. God heeft ons gered en ons uitgekozen om bij Christus te horen. En daar hebben we het al over gehad.
En dan, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat dat altijd zijn plan was. Zo goed wilde God voor ons zijn, voordat God de wereld maakte, had hij al besloten dat wij gered zouden worden door Jezus Christus. Niet omdat wij het verdienen, maar omdat het altijd al Gods plan was. En hier is waar de analogie stopt, hier is waar het stopt met de analogie van de selectie van de Belgen. Martinez, onze bondscoach, selecteert zijn team op basis van wie het beste gedaan heeft, wie de meeste goals gescoord heeft, wie het beste matchen heeft gespeeld, het meeste matchen. En hier is waar de analogie stopt. We hoeven niks te doen, het is al volbracht. Waar wij als mensen vaak bezig zijn met doen, 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 waar religie zegt doen, 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 zegt Jezus, het is gedaan. Op het kruis zei Jezus, het is volbracht. Er is niks wat jij kan toevoegen. Er is niks wat jij kan afdoen aan wat er gebeurd is op het kruis. Er is niks wat jij kunt bewijzen naar God toe met 110 roepingen. Er is niks. Er is niks wat jij kunt doen om jezelf te bewijzen. Het is al bewezen. Jezus heeft het bewezen aan het kruis. Ongelooflijk. Jij wordt opgeroepen. Iedereen is erbij. Het is niet een selectie. Het is iedereen. God heeft een plan voor elk van jullie. Zoals we zijn, een fundament, een algemeen plan om in relatie te leven met hem. En een concreet plan. Geen concreet plan dat stap voor stap vast ligt, daar geloof ik niet in. Maar wel een doel, een specifieke rol, een specifieke taak. En ik wil je uitdagen, ga naar die rol op zoek. God heeft dat voor jou in petto. En nogmaals, het heeft niks te maken met bekwaamheid. Martinez kiest de beste voetballers. God kijkt niet naar bekwaamheid. God kijkt naar beschikbaarheid. God wil geen bekwaamheid, hij wil beschikbaarheid. Hij wil gewoon dat jij zegt, ja, hier ben ik. Hier ben ik, Heer. Ik ben gebroken. Ik ben een gebroken mens. Ik faal. Ik kan het niet, ik zie het niet zitten. Ik heb schrik hiervoor. Maar God wil een open en eerlijk hart, dat jij naar hem toekomt en zegt, hier ben ik, Heer, gebruik me maar. Hier ben ik, Heer, stuur mij maar. Hier ben ik, Heer, gebruik me maar om mensen te bemoedigen. Hier ben ik, Heer, om één te zijn met u, om in relatie te leven, dag aan dag met u. God is een goede God. God is een genadige God. En ik denk, hier en nu, in deze zaal, hier en nu, waar je ook zit, Jezus staat aan de deur en in een vers in Openbaringen staat, ik sta aan de deur en ik klop. En als je mij binnenlaat, gaan we samen eten, gaan we samen tijd spenderen. Jezus staat nu aan de deur van jouw leven en hij roept jou. Jij bent opgeroepen. Iedereen van ons is opgeroepen. Opgeroepen om in relatie te leven met hem en opgeroepen om deel te zijn van zijn kerk, zijn huis. Iedereen heeft een plaats hier. En ik ga zo dadelijk bidden. En als jij dat bent, als je zoiets hebt van, dat ben ik. Ik wil mijn volgende stap nemen. Ik wil mijn roeping ontdekken. Ik wil in die roeping gaan leven. Ik wil toegewijd gaan leven. Ik wil een leven vol volheid, vol vervulling. Bid dan met mij mee. En zo dadelijk tijdens aanbidding, als we terug in aanbidding gaan, spreek dat uit naar God toe. Jij en God, zeg, Vader, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Gebruik me maar. Ik weet niet alle antwoorden. Nogmaals, zoals ik zei, ik ben gebroken. Ik ben niet bekwaam, maar ik ben beschikbaar. God wil beschikbaarheid, geen bekwaamheid. Laten we samen bidden. Vader God, we komen voor u. We zijn u zo dankbaar dat u niet kijkt naar beschikbaarheid, maar naar bekwaamheid. We zijn u zo dankbaar dat u geen lijst heeft, geen checklist van wat we allemaal moeten doen. Dat u niet kijkt naar onze status, ons geld, onze diploma's, hoeveel goals we hebben gescoord, hoeveel matchen we hebben gespeeld, maar dat u kijkt naar ons hart. Ons hart dat we openstellen. Hier en bij deze stellen we ons open. Bij deze alle mensen die... U ziet ze, Heer. U ziet hun hart. Alle mensen die voor u willen kiezen. Voor de eerste keer of voor de 100ste keer. Heer, raak hun aan en u ziet ze. En, u wilt een open en een eerlijk hart. Ik bid dat u duidelijk maakt aan die mensen wat...
wat de volgende stap is, wat hun rol is, als dat nog niet duidelijk is voor hun. Ik bid dat ze opportuniteiten mogen krijgen waarin ze ja, in die rol kunnen stappen, in die specifieke rol. Ik bid voor standvastigheid en ik bid, ja, Heilige Geest, dat wij u iedere dag mogen ontmoeten, dag en dag opnieuw. Dat we u meer en meer kunnen leren kennen. Ja, Vader, u bent goed. U bent trouw, Heer. Ja, Vader. In Jezus' naam. Amen. Amen.